Dit verhaal start bij een cliënt van de waarde. De cliënt heeft één of meer ondersteuningsvragen. Als deze vraag of vragen in kaart zijn gebracht, zoeken we naar mensen in het netwerk van de cliënt die hier een rol bij kunnen hebben. Bijvoorbeeld één of meer familieleden, vrienden, collega's van werk of dagbesteding, mensen met dezelfde hobby, sportmaatjes, kook- of eetgezelschap, buren, vrijwilligers of maatjes en begeleiders van de waarde. Daarna kijken we naar de contactmogelijkheden. Je kunt bij elkaar op bezoek gaan. Je kunt elkaar bellen of mailen, of via social media contact houden. Je kunt afspreken in een buurthuis of eetcafé en je kunt gebruik maken van beeldzorg. Een beeldzorgcentralist is een begeleider die de cliënt via beeldzorg ondersteunt. Het verschil met fysieke begeleiding is dat deze ondersteuning 24 uur per dag, 7 dagen in de week mogelijk is. Beeldzorg kan ook gebruikt worden door andere mensen in het netwerk. Met beeldzorg speelt vervoer geen rol om elkaar te zien en te spreken. Bij familie in het buitenland is dus geen vliegtuig nodig en vrijwilligers of vrienden hoeven geen auto te hebben om toch iets voor elkaar te kunnen betekenen. Een beeldzorgcentralist rapporteert ieder gesprek in het ondersteuningsplan. Omdat de cliënt contact opneemt wanneer hij hier behoefte aan heeft, zo vaak als hij wil, krijgt de persoonlijk begeleider hiermee nog beter zicht op de leefwereld van de cliënt. De persoonlijk begeleider kan de ondersteuning hierdoor samen met de cliënt nog beter afstemmen op zijn of haar mogelijkheden en beperkingen.